Welkom bij Centerparks! Ik ben Wesley, ik werk bij Centerparks De Deugden. Ik sta voornamelijk hier in de Action Factory als medewerker bediener. Ik ben Renna Watsi, ik ben floormanager van het restaurant. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het verzorgen van gasten, dat de gasten het naar hun zin hebben hier. Dat doe je door wat drinken naar ze te brengen, een praatje te maken met gasten. Ik vind het heel erg leuk aan de functie om nieuwe medewerkers dingen te leren. Ik vind ook leuk om met mensen in aanraking te zijn en om mensen een leuke avond te bezorgen. De mensen zijn altijd vrolijk, zijn op vakantie. Het is één gezellige sfeer hier. Mijn gemiddelde dag ziet eruit dat ik begin om de dagindeling uit te printen. Dan ga ik naar een vieruurtje met de andere floormanagers, kijken wat de dag ons brengt. Dan ga ik helpen met de medewerker voor de opstart. En zodra de gasten binnenkomen, ga ik dus helpen waar de mensen een handen tekort hebben. De ene dag is dat drankjes opnemen, de andere dag is dat achter de bar. Het verschilt heel erg per dag, dat is het ook het leuke eraan. En dan maak je er een leuke dag van. Leuke collega's, jij hebt zeker leuke collega's, daarom werk ik hier ook al zo lang. Buitenwerk om spreken we ook heel vaak af, hebben we altijd minimaal één keer in de week wel gezellig dat we samen zitten met z'n allen. We zijn allemaal eigenlijk een grote vriendengroep, lijkt het soms wel. Als je hier werkt, zijn er zeker wat leuke extraatjes die je erbij krijgt. Je kunt hier gratis zwemmen, gratis bowlen. Niet alleen hier bij de Hutteugd, maar ook op alle Centerparksparken. Een fijne eigenschap om te hebben is geduld, sociaal, echt kindgericht vind ik. Ja, ook een teamspeler, dat vooral. Gewoon netjes verzorgd eruit zien. Dat is ook heel erg belangrijk en gewoon gezelligheid. Niet dat je er een beetje chagrijnig bij loopt, nee, gewoon gezellig. Ik ben hier begonnen als stagiaire, toen ben ik doorgegroeid naar medewerker. Je kan heel veel leren hier, maar je kan ook doorstromen. Bijvoorbeeld van hulpkracht naar vaste medewerker, net als ik als floormanager. Na de zomer ga ik beginnen als leidinggevende in opleiding. Je hebt in principe geen specifieke opleiding nodig, want wij geven introducties waar ook een basistraining aan vast zit. Als je ervaring hebt in de horeca of geen ervaring, dat maakt niet uit. Je kunt altijd hier komen werken. Als je wel ervaring hebt, kun je zo aan de slag. Als je geen ervaring hebt, krijg je een buddy, krijg je trainingen, kunnen we je alles leren. Het contact met Albon is goed. We kunnen altijd bij hun terecht. Als er het is, dan kun je ze altijd bereiken via de mail of via de telefoon. Maar dat is altijd goed hoor. Wat doe jij morgen? Word jij mijn nieuwe collega?